Soldaten, mijn laatste twee titels waren allebei pack opening gerelateerd. En ook nu weer heb ik items om naar te kijken. Deze wilde ik graag opsparen om te kunnen openen tijdens, jawel, het Premier League Team of the Season. Ik had ze echt gehaald in het laatste half uurtje dat ze er nog waren. 80 plus player picks, 13 keer. We gaan gewoon kijken of we ergens een blauw kaartje kunnen krijgen. En nog steeds, terwijl ik trouwens hier voor Cucurella ga, zitten de EFL kaarten in packs. Er zou een Saudi Team of the Season moeten komen. Die is er nog niet, maar gaat denk ik maandag komen. Of misschien dinsdag, gok maandag. Player pick nummer 3 na Cucurella en Party. Heel even dacht ik, oh het is een blauwe, maar de verkeerde blauw. Ik ga dan misschien Moment Sambrotta vrijspelen. Wat ik in de vorige video ook al benoemde. Alleen, ik zat ook te denken van, ja wacht even, de Premier League Guaranteed Pack. Hey, Sergio Ramos. Ramos. 89 rijden, te heerlijk. Deze die, nou ja, verwelkomen wij heel erg graag in de club. Maar ik was dus aan het redeneren van al mijn hoge rateds gaan naar Zambrotta. Als ik die wil halen. Maar de Premier League Guaranteed Pack zal ook wel een 88 rated squad of zo zijn. Of 87. Een van die twee gok ik dan. En daar moet ik ook een beetje rekening mee houden. Dat dus daar hoge rated kaarten in moeten. En misschien doe ik wel eerst even die Premier League SBC. En gaan we daarna kijken wat er overblijft voor Zambrotta. Maar laat me even weten of jij denkt dat het slim is voor mij om Zambrotta te halen. Want ik zou hem dus ook zeg maar op 7 kunnen zetten. 7 cam. En Zambrotta kan linksback, centerback, rechtsback in game. Dat maakt niet heel veel uit. Laat maar even weten wat jij ervan denkt. De volgende speler is Van de Beek. 83 rated. Volgend jaar zal het iets lager zijn. Gok ik zo. De volgende kaart is, denk Fabian of Maguire. Ah, welke heeft dan de meeste waarde? Ik denk nog Maguire, of niet? Verdedigers zijn vaak nog net een klein beetje meer waard. Nog even kijken, 3 player picks te gaan. Op zich Ramos, prima. En Navas, Party 84. Maar ik zou nog graag 1 keer minimaal een 85 willen zien. Of gewoon een Team of the Season, of beide. De volgende player pick. Kom op. Oh, Jori, 87 rated. Kijk, als ik ergens om vraag, dan krijg ik het ook. Dus dankjewel jij. Ramos en Jori, volle kaarten, helemaal goed. De volgende player pick is een blauwe, of niet? Oh, het zijn 2 informs. Wow, Malinowski. Die gaan we kiezen, want Evans, die heb ik al en is ook laag gereden. Heb ik hier iets aan? Het is een 84 rated inform. En vaak zijn die nog wel redelijk duur. Hè, informs met een rating. Hij heeft een uitstekende longshot. En een goede vrije trap. Ik zag hem scoren tegen Juve laatst. En wat zou ik lachen als Juve vijfde wordt. Maar dat er zeiden, de laatste player pick voor nu is een Team of the Season kaart. Wat je hier kunt zien, nee, weer Van de Beek. Zijn we hiermee tevreden? Ik denk dat ik het voordeel van de twijfel geef. Want Ramos en Jori voor de rating. Een inform erbij met Malinowski. En verder zijn er nog een paar 84's. Dus op zich redelijk. Wat minder redelijk is, nee grapje. Maar in ieder geval iets wat een beetje gek is en uit de lucht komt vallen. Of juist niet. Dat is de vraag. Stadion items in de store. En hoe ik het dus probeer te brengen met, komt het wel of niet uit de lucht vallen? Aan de ene kant wel, want wow, er is in één keer een update in de store. Een nieuw tabblad. Deze items zijn dus soort van uit het niets. Aan de andere kant weer minder. Want als je een beetje het nieuws hebt gevolgd, of ja, het FIFA nieuws, dan heb je misschien een tijdje terug meegekregen dat ook in Nederland er zeg maar onderzoek gaande is in hoeverre FIFA points nou ja, schadelijk zijn voor kinderen. Want ik heb hier al vaker over gepraat. Een 3+ spel. Alleen je kunt gewoon geld erin steken. En het is een soort van casino. Want de packs die hebben geen soort van minimum wat je eruit terugkrijgt. Want kijk, dit is uiteraard gewoon een soort van genakt uit Fortnite. En dat mag EA prima doen. Alleen het verschil met Fortnite is dat je op Fortnite altijd iets uitgeeft. En daar ook sowieso datgene voor terugkrijgt wat je wil. En dit hier is eigenlijk precies dat. Want de prijzen zijn natuurlijk compleet absurd. Een shirt voor 25k, wie betaalt dat? Hier nog een bundel van 60k erachter. Absurd, werkelijk waar. Alleen wat EA wil is een beetje vooruitlopen op wat er misschien komen gaat. Dat FIFA points, ja, verboden worden. Of 18+ worden. Kijk, dit is een Tifo voor 11,5k. Als jij 11,5k of 150 FIFA points uitgeeft, weet je zeker dat je dat krijgt. En is het geen gokken. EA wil dit gewoon gebruiken als een experiment op ons allen. En ik ben benieuwd hoeveel mensen daadwerkelijk zo'n shirt of Tifo gaan kopen. Ik denk niet heel veel. Alleen EA gebruikt dit moment nu
om te kijken wat ze ervan kunnen maken voor dadelijk waarschijnlijk FIFA 22. Ik ben er niet eens heel erg op tegen, want ik vind zelf dat er iets van een regulatie moet komen op FIFA Points om toch wel kinderen te beschermen tegen misschien een gokverslaving, hoe extreem het ook klinkt. Het gebeurt wel. Dit is op zich oké, alleen, ja, kijk, de tyfo's zijn ontiegelijk lelijk, vind ik zelf. En de shirts zijn niet zo heel lelijk, alleen, toen ik het zag, dacht ik meteen van, wat zou vet zijn als ik hier niet een voetbal is alles thuis nu zou zien, maar een AC Milan retro shirt. Of gewoon Barca, Real, whatever, of Ajax, wat je wilt. Maar ik ben fan van Milan en PSV. Als ik hier een Milan shirt zou zien van de jaren 90 voor 10k, 15k, kan ik zeggen, leuk, doe ik, weet je wel. Of een PSV shirt van 1988, toen ze de Europa Cup 1 wonnen. Dat zou echt ziek zijn. En daarvan kan ik zeggen van, oké, dat, nou goed, waarom niet, weet je wel. Alleen van die shirts zonder betekenis en lelijke tyfo's is minder. En ik was ook aan het nadenken van, waarom zou zo'n tabblad in FIFA minder werken dan in Fortnite? In Fortnite is er geen transfermarkt. Kijk, op FIFA, waar steken wij met z'n allen coins in? Voornamelijk spelers, toch? Want met coins koop je geen packs, mag ik aannemen. Dus spelers koop je met coins. Alleen op Fortnite is er geen transfermarkt voor wapens of zo. Op Fortnite, het enige wat je daar uit kunt geven, zijn die punten voor dan pakjes en dansjes en dingetjes, weet je wel. En ik vraag me af of dit concept op FIFA kan slagen als mensen toch, ja, wat terughoudender zijn met uitgaven doen voor een shirt. Want 25k, daarvoor kan ik gewoon fodder kopen om weer een SBC te doen, waarmee ik dan misschien mijn team kan upgraden. Een mooi bruggetje naar uiteraard mijn squad voor dit weekend. Ik had het zo staan aan het einde van de vorige video en ik wilde iets gaan doen. Ik bleef kijken en kijken en kijken en toen dacht ik van, joh, laat gewoon lekker staan. Ik heb gewoon niks meer veranderd. Rooney staat op 5 chemistry. Ik speel in-game niet zoals je misschien zou denken. Het is 3-5-2 met deze instructies. Hele hoge diepte, druk uitoefenen na verliesbalbezit. Want wanneer ik in de aanval ben, heb ik veel opties voorin. Overal om mij heen staan spelers. Alleen wanneer ik die bal kwijtraak, wil ik hem zo vroeg mogelijk weer terugpakken. En zo hoog mogelijk op het veld. Want stel dat Barnes de bal kwijtraakt, wil ik niet alleen KK hebben die een beetje probeert te onderscheppen. Nee, ook Bailey moet naar binnen komen. Kijken of hij iets van gevaar kan stichten daar. Hè, met een onderschepping die belangrijk kan zijn. Eschen naar voren rennen en niet naar achteren. Want ren je naar achteren, dan nodig je de tegenstander uit voor de counter. Dus ik probeer een beetje nu heel erg aanvallend minded te denken. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, dan like hem even. En laat mij weten wat jij vindt van tyfo's en shirts in de store. Bedankt en tot de volgende video. Houdoe, hè.